Welkom bij weer een nieuwe video in mijn cursus over Linux. In deze cursus heb ik het over een installatie van Linux Mint. En ik heb in de eerste twee delen uitgelegd eerst hoe je Mint moest installeren. En daarna heb ik wat uitgelegd over over het bestandensysteem in de grafische user interface. En ik wil graag beginnen met nu het derde deel, waarin ik de basis van de terminal probeer uit te leggen. En we gaan de virtuele machine starten. Die terminal commando's die probeer ik wel zo te doen dat ze zo uit te leggen dat ze wel voor iedereen te begrijpen zijn. Dus ik ga niet heel erg de diepte in, maar wel als tenminste mijn VM wil opstarten. Dat wil hij. Alleen ik zag één ding niet. Als het goed is, gaat hij nou opstarten. En de virtuele machine is bij u waarschijnlijk iets sneller, omdat ik hem vanaf een externe harde schijf run. En ik ga nu naar mijn desktop. En dat kunt u ook doen met het paswoord wat u heeft aangemaakt in de eerste video. En daar zijn we weer bij Linux Mint. En zoals ik had gezegd, was ik bij de vorige video ingegaan op het bestandensysteem en de structuur. En dan kunnen we nu dus naar de terminal. En als we in de terminal zijn, dan kunnen we het lettertype van de terminal vergroten met Ctrl-Shift-Plus. Ctrl plus eigenlijk. En dat is nu gedaan. En als je het over de terminal hebt, dan is dat eigenlijk de opdrachtenprompt zoals we die kennen van Microsoft Windows. En de eerste commando wat dan handig is om te weten is: waar ben ik eigenlijk? Want ik moet eerst even wat uitleggen over de prompt waar je nu naar kijkt. De prompt is wat je in het groen ziet staan. Dat is Simon at Simon-virtualbox. En dan dubbele punt en dan tilde. Dat is een shortcut voor de home directory met een dollarteken. En dat houdt in dat je als gebruiker bent ingelogd. Dus niet als systeembeheerder. Gebruik je nou en wil je nou weten wat daar in die directory staat, dan tik je ls van list. Je krijgt dan hetzelfde te zien als wat je te zien krijgt in de home directory van een. Je krijgt dan dezelfde directories te zien als die je in de bestandsbeheerder te zien krijgt die we hebben gezien in de vorige video. Nou, en als je nou precies wil weten hoe die directory voluit heet, dan zeg je pwd, print working directory. En dan zie je dus /home/simon. Dat is dus de plek waar je bent in het Linux bestandssysteem. Want die home directory is belangrijk, omdat die home directory die biedt plaats aan alle gebruikers van Linux. En
als je daar binnen wilt werken, om bijvoorbeeld bestanden aan te maken en om te oefenen met Linux, dan weet je dat je, zolang je in die home-omgeving zit, dat je relatief veilig zit op het moment dat je niet aan de gang gaat in de verborgen directories, waar we zo dadelijk op komen, en ook niet aan de gang gaat in een systeem directory die buiten je home directory ligt. Maar het voordeel van die systeem directory is dat je eigenlijk helemaal niet zoveel kan doen zonder het beheerderswachtwoord eerst in te toetsen en te veranderen van gebruiker. Middels het commando sudo. Maar nu hebben we dus ls gewoon ingetoetst, zoals het simpel is, list. Hè? Eigenlijk is het een afkorting van list. En vervolgens, als je wil weten waar die configuratiebestanden staan, die ook in je home directory staan, zoals ik al had laten zien in de vorige video, kun je dat in het bestandsbeheer met Ctrl-H van Hidden doen. En dan zie je die dotfiles. En als je nu doet LA, LS-LA, dan krijg je wat meer informatie over de bestanden en de directories. Je ziet dat er allerlei letters staan. En ook die staan dan voor, zeg maar, de bestanden. En dat is de eerste kolom. En het gaat over de rechten. Eerst staat er wat het is. Als het een directory is, dan staat er een D voor. Als het geen directory is, staat er geen D voor. En vervolgens wordt er met die read en write uitgelegd wie de beschikking heeft over die bestanden. Dus wie mag daar iets mee doen? Mag de gebruiker, die behoort tot de groep Simon. Ik heb, zeg maar, een gebruiker die heet Simon en die behoort tot de groep Simon. En die mag de bestanden lezen en schrijven en soms ook uitvoeren. Dat geldt overigens niet voor elk bestand. Niet elk bestand heeft een uitvoerbare flag, wat dus zegt een X. En dat zijn eigenlijk de rechten van de bestanden. En die kun je in Linux heel erg uitgebreid laten zien. Maar daar wou ik eigenlijk niet zo heel erg op ingaan, omdat dat voor beginnende gebruikers nog niet meteen heel erg relevant is. Wat je moet weten is dat je, als je toegang wilt tot een bestand, dat in ieder geval te lezen en te schrijven moet zijn. En de meeste bestanden die je aanmaakt in een gebruiker die er is, die je hebt aangemaakt bij de installatie van Linux Mint, in je home directory kun je ervan uitgaan dat je bestanden kunt toevoegen en die bestanden ook weer kunt bewerken en dat soort dingen. En dat is belangrijk. En je kunt ze ook verwijderen. Je kunt nieuwe mappen aanmaken en dat soort dingen. Dat zijn de rechten binnen jouw gebruiker. En wil je daar buiten komen, bijvoorbeeld als je een configuratiebestand in de root directory of in een andere directory van Linux wilt bewerken, dan zul je moeten overschakelen naar beheerdersrechten. Maar goed, dus die read-write, daar kun je aan zien wie welke rechten heeft. En vervolgens krijg je ook in kleuren te zien wat is. Het lichtblauwe is een directory en de grijze, dat zijn gewoon bestanden. En als je een uitvoerbaar bestand hebt, bijvoorbeeld een shell script of een binary die uit te voeren is,
dan is die lichtgroen van kleur. En nou, dat gezegd hebbende, hoe maak je nou een bestand aan in Linux via de terminal? Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kan een leeg bestand aanmaken, touch. En dat is dan, even kijken, test1.txt. En als je die wil, dan kan je daar ook nog meer, teksten, meer bestanden aanmaken. Ik weet eigenlijk niet, volgens mij kan dat met een spatie. Al weet ik dat niet helemaal zeker. Touch 1 tekst. Even kijken wat er gebeurt als ik dit doe. 2 tekst. Volgens mij worden die dingen per en dan ls. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Dit klopt precies. Ik heb hier een aantal. Ik ga hier 3 testjes maken. En nu krijg je als het goed is een foutmelding dat de eerste 2 al bestaan. Maar maakt hij de derde wel aan als het goed is. Oh nee, je krijgt geen foutmelding. Want als je het zo doet, dan krijg je niet. Dan heb je geen problemen daarmee. Omdat je met een touch kun je een touch naar een bestaand bestand wijzigt alleen de tijdstempel van het bestand. Dus touch is gewoon een nieuw bestand aanmaken of letterlijk een bestand aanraken en dus de tekst of de bestandsdatum aanpassen, de datum dat je bestand is gelezen, of eigenlijk dat er toegang is geweest tot je bestand, zo is het. Nou, die 3 lege tekstbestanden heb ik aangemaakt en ik zie dat ik nog 1 test directory heb staan in mijn home directory. Maar die ga ik even weghalen, want dat was een test directory en die heb ik aangemaakt in een eerdere poging om deze video op te nemen. En dat lukte niet helemaal, dus ik ga even die test weghalen. Dan loop ik een klein beetje vooruit op mijn script, maar dat doe ik met rm, remove, recursive. Met dit moet je trouwens uitkijken, want daar kan je dus een hele directory mee veranderen. Of een hele directory mee verwijderen. En als je een F toevoegt, dan is het sowieso forced. Dus, nou is die test directory weg. En nou zijn alleen nog maar de 3 tekstdocumentjes die ik heb aangemaakt. Testdocumentjes die ik heb aangemaakt, die zijn er. En daarin staat geen tekst, want ik heb ze aangemaakt met touch. Als ik er nou tekst in wil zetten, dan kan ik dat doen door bijvoorbeeld de editor Nano te gebruiken. Of Vim, maar dat is niet aan te raden voor beginners. Nano is gewoon een teksteditor. En dan kan ik bijvoorbeeld test 1... En als je een bestandsnaam wil afmaken trouwens, dan kan dat met tab, zodat je, het scheelt weer typewerk. En volgens mij heeft Windows ook zo'n functie. Dit is test file. Oh, ik zou het even in Nederlands houden. Bestand. Genaamd test 1.
Nou, en dan zie je dat ik dat met Nano heb toegevoegd. Of met een andere tekstedator, doet er niet toe welke, naar een tekstedator naar keuze. Dat daar in tekst 1 staat, nou een stukje tekst. En als ik nou wil laten zien, als ik nou wil controleren of dat ook zo is, dan doe ik cat van concatenate test 1 tekst. Wat je dan ziet is dat er in de terminal komt te staan, dit is een testbestand genaamd test 1. Dat is trouwens niet de enige functie van cat, maar daar komen we zo op. Want eerst moeten we in tekst 2 nog een stukje tekst zetten. Bijvoorbeeld dit, maar dat doen we dan met het echo-commando. En het echo-commando heeft meerdere functies in Linux. Het is in feite een heel makkelijk commando. Het zet als het ware, het kan een tekst gewoon printen op het scherm. Daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Ja, je hebt er wel wat aan, omdat je eigenlijk naar standaard, wat ze noemen standaard output, schrijft. Echoed eigenlijk. Je krijgt een echo terug van test. Dus je krijgt hier test. En, maar wil je die test nu, wat ik wel handig vind, is dat ik het tussen aanhalingstekens zet. Daarmee kun je zien dat het om een stuk tekst gaat. Het hoeft volgens mij niet, maar ik vind het wel overzichtelijk. Daarmee kun je zien dat het over een stukje tekst gaat wat naar een bestand moet. En dat doe je door middel van een groter dan teken. En dat heeft een reden, dat wijst naar, dat is een pijltje wat naar rechts wijst. Dus een pijltje, een uitgaand pijltje naar een bestand. En dat is... je zou deze bijvoorbeeld kunnen zetten in tekst, in test 2. Even kijken hoor, heb ik dat zo genoemd? Tekst 2.txt. En dan heb ik, het is niet zo handig gedaan, ik had eigenlijk, die test had ik test 2 moeten noemen in plaats van tekst 2. Ja, doet er niet toe, want je ziet dat volgens de test naar tekst 2 gaat. En als ik dan cat tekst 2 een tekst doe, dan krijg ik het testje. Dat is wat er in, dat is hetzelfde als het eerste echo-commando, maar nu is de echo, de input van echo is doorgeleid naar tekst 2.txt. En nou kan ik je nog een functie van cat laten zien. En die kan ik dan ook weer doorverbinden naar, met dat pijltje naar test 3.txt. Als ik zeg cat... Daarom had ik die dingen eigenlijk moeten noemen. Test 1. En tekst 2. Die wil ik dan samen in 1. Oh, wacht even. Die wil ik dan samen met dat pijltje. Dus met het grote dan teken. Kwijt in het bestand test 3. Juist. LS. Klopt het allemaal nog? Ja. En dan cat test 3. En dan zie je dus dat ik hier, dit is een testbestand genaamd test 1. En die heb ik gekoppeld aan en daar heb ik dan de inhoud van tekst 2 heb ik aan elkaar geplakt, als het ware, in dat test 3 bestand. Dus dat is de functie van cat.
zowel laten zien van tekst als zeg maar het verbinden aan elkaar plakken van tekst. Dus dat kan met CAD en ja, dat is wel handig. Dat gezegd hebbende, nu we dus die tekstbestanden hebben, kunnen we er ook wat mee doen. Bijvoorbeeld, zoals ik al zei, heb ik er eentje verkeerd genoemd. En die doen we met move. We hebben move, komt straks ook nog terug, als zijnde verplaatsen. Maar ik wil hem eigenlijk ook laten zien dat je hem kunt gebruiken om dingen te hernoemen. Tekst 2. Oh, wacht. Tekst 2.txt. En die wil ik vernoemen naar test 2.txt. Wat je dan krijgt, is dat je de inhoud van tekst 2 heb je verplaatst naar, naar een nieuw bestand test 2. Of eigenlijk naar hetzelfde bestand, maar die heb je een andere naam gegeven. Dus nu heb je die drie tekstbestanden die ik heb of die drie testbestanden die ik heb aangemaakt. Test 1 en test 2 en test 3. En die kun je ook verplaatsen. Je kan die verplaatsen naar bijvoorbeeld een directory documenten. Maar je kan ze ook verplaatsen naar een nieuwe directory die je aanmaakt. Bijvoorbeeld mkdir. Dat is make directory. Dan heb je dat ook meteen in de gaten. Want we gaan oefenen. Bijvoorbeeld. Nou, dan heb je hier make directory oefenen. En dan kan je bijvoorbeeld, ik heb er nu drie en ik ga eentje ga ik laten zien op de manier waarop je dat je per bestand kan verplaatsen. Of kan kopiëren, dat kan ook. Maar ik ga even die, want de manier waarop je het kopieercommando als het verplaatscommando en het verplaatscommando kunt gebruiken is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus ik ga dat even laten zien aan de hand van eerst een verplaatscommando en daarna ga ik een paar bestanden kopiëren. En dat is eigenlijk met dezelfde schrijfwijze of syntax zoals ze dat noemen. En ik ga eerst één bestand verplaatsen. Move. Test 1.txt naar en nu ben ik binnen dezelfde /home/simon oftewel een tilde oftewel de tilde directory, dus ik hoef niet een slash of zo in te voeren. Ik kan hier gewoon zeggen naar oefenen. Oefenen en dan een slash. Overigens, voor de mensen die het nog niet is opgevallen, in Windows, als je daar met de command line werkt of met opdrachten prompt, dan gebruik je meestal backslash. In Linux is dat slash. En als je deze naar oefenen verplaatst, dan staat die daar. En hoe kan je dat nou controleren? Nou, dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn, want je kan. Je hoeft niet eerst naar die directory toe met cd. Je kan ook ls en dan oefenen. En dan zie je dat daar test 1 in staat. Maar je kan ook naar cd, en dan heb ik meteen laten zien hoe dat werkt. Namelijk het gewoon hetzelfde als in good old DOS en Windows. En dan zeg je naar oefenen. En als je dan hier kijkt, dan zie je hetzelfde als daar. Alleen je bent nog niet, alleen je bent niet teruggegaan. Of je zit nu in tilde slash oefenen. Dus dan zie je dat je een pad verder bent. Dus dat. En
dat kan. En je kan ook, als je met CD doet, CD is altijd terug naar de root, waar je ook bent. CD is altijd terug naar de root. En je kan nu ook, nu we er eentje verplaatst hebben, kan ik ook laten zien wat er gebeurt als je met meerdere bestanden wil werken. En specifiek als je met de tekstbestanden wil bewerken. Want Linux werkt in principe ook zonder dat je extensies toekent aan bestanden. Maar het is voor de herkenbaarheid van het bestand altijd handig als je het toch doet. Maar hier ga je me nou kopiëren. Bijvoorbeeld. En dan een wildcard. Dat is eigenlijk een sterretje. Dat is dus aangeven dat alles wat ervoor. Dat het niet uitmaakt welke letter of welke cijfer. Of welke hoofdletter of welke whatever je daarvoor zet. Maakt niet uit. Dat neemt hij allemaal mee. Wacht even. Punt. Nou, ik zit even op mijn toetsenbord te koekeloeren. Een punt. Die moet ik wel kunnen vinden. Komt omdat het een beetje donker is op dit moment. Dat ik dit zit te doen. En ik moet eigenlijk een leesbril. Minor detail. Een punt. Die zit hier, ja. Punt. TXT naar oefenen. En wat je dan ziet is dat tekst dat test 2 en test 3 er nog staan. Maar die staan ook in ls oefenen. Daar staan ze alle drie netjes. Dus dat is met kopiëren en met verplaatsen. Dat heb ik laten zien. En dat zijn eigenlijk wel hele belangrijke manieren om je te kunnen redden in een bestandensysteem. Echter, wat je ook nog moet weten is hoe je een bestand, één of meerdere bestanden verwijdert. En je kan trouwens het kopieercommando ook gebruiken door één bestand bijvoorbeeld te kopiëren. Eventjes. En dat kan ook vanuit deze directory, dat kan ook zo. CP. Ik zal eventjes springen een beetje van hak op de tak, sorry. CP. Oefenen. Ja, want hij gaat nu de opdracht CP gaat hij in de directory oefenen. In de directory home Simon oefenen. Toepassen op tekst of test 3. En die wil ik dan backuppen naar. En als het goed is, moet ik dan ook weer oefenen, denk ik. Dat is wel het veiligst. Test 3. TXT. Bak. Want je mag ook meerdere extensies aan een bestandsnaam geven om aan te geven dat je hier een en dan doe je weer. Als je trouwens met het pijltje omhoog gaat, kun je terug naar je vorige opdrachten en dan doe je weer ls oefenen en dan zie je test 1, test 2, test 3 en test 3.txt.bak. Dat is bijvoorbeeld handig als je een configuratiebestand gaat editen in de root directory. En als je dat doet, dan is het een beetje gevaarlijk als je daar niet een backupje van maakt. Dus dat hebben we nu gedaan. En je kan ook een inhoud van een directory naar een nieuwe directory kopiëren. Als ik het goed heb.
Dan moet ik even kijken hoe dat... Ik ga eerst even een nieuwe directory aanmaken. Oefening. Want ik denk dat het ook wel zonder die directory eerst aan te maken kan, maar ik ben eigenlijk gewend om het zo te doen. Vanuit DOS nog vroeger. MKD oefenen 2. En als het goed is, dan heb ik nu hier staan oefening en oefenen 2. Of ik kan er ook oefening 2 van maken. Maar dan moet ik even kijken of ik dat zo kan. Volgens mij moet dat zo. Van de R van recursive. Als ik zo, dan kan ik volgens mij een map hernoemen. Want ik moet eigenlijk wel consequent blijven en dat doe ik soms niet. Naar. Als het goed is, gaat dit zo werken. Maar... Dat gaat hij zo niet doen. Even kijken of hij het dan wel doet als ik hem zonder... Ja, als het goed is gaat hij... Hij weet nu dus ook hoe je directories... Je kunt ook een directory, als een lege directory kun je hernoemen. Dat hebben we dus gedaan. Weer wat geleerd. Dus daar kun je ook directories mee hernoemen. Die oefening 2, die is nu leeg. En als ik de inhoud van oefenen wil kopiëren. Oefenen. Dan kan ik volgens mij... Even kijken. Oh, wacht even. Oefening. Oh, ik heb allemaal meerdere directories aangemaakt. Ik snap het even niet. Nou, cp oefenen. Naar oefening 2. Oh, die oefening staat er nog in, denk ik. Naar oefening 2. Dat is heel efficiënt wat ik gedaan heb. Maar. En dan een sterretje. Oh, wacht even, sorry. Ik ben een beetje aan het klooien. Nou, als je dan een sterretje gebruikt, dan kopieert hij volgens mij, als ik dit zeg, twee. En dan, wat je dan krijgt is... Dat hij alles wat hij uit oefenen haalt, dat hij dat dan naar oefening 2 zet. En dan staat dan volgens ls. Even kijken of het gelukt is. Ik doe iets niet helemaal goed. Oh ja, ik zie het al. Die slash heb ik verkeerd. Oefening. Sorry. Zo. Dan zie je hier test 1, test 2, test 3 enzovoort. Maar wat staat er nou eigenlijk in die directory die ik per ongeluk, die ik oefening heb genoemd? Want daar heb ik, die heb ik verplaatst of zo. En ik weet eigenlijk niet meer wat ik daar nou heb staan. Dus daar kan ik ls oefenen. Want die had ik dan eigenlijk willen oefening.
Ook daar staat dan weer. Oh, wacht even. Dat heb ik gisteren aangemaakt. Dat is het. Beetje verwarrend, maar. Want ik had gisteren dus inderdaad deze video nog willen opnemen. Maar goed, het belangrijkste is dat ik nu heb uitgelegd hoe die commando's werken. Sorry voor de chaos eventjes op het laatst. Wat je eigenlijk zou kunnen doen, omdat de oefening, de rectory, die zou ik eigenlijk kwijt willen. En daarin komt dus het commando RF of RM goed van pas. Met RM kun je een bestand verwijderen. Ik ga bijvoorbeeld eerst naar oefening. Twee, als ik het goed heb. En daar heb ik volgens mij die bestanden naar gekopieerd. Klopt. En ik wil daar één bestand weghalen. Die backup. Want die heb ik dus niet meer nodig. RM. En dan doe ik een wildcard. Want ik weet zeker dat die .bak heet. Maar ik kan ook voor de veiligheid kiezen. Dus dat doe ik denk ik. Test 3. Tab. Punt. Bak. En je ziet dan dat die directory weg is. Maar ik heb een directory die heet oefenen. En die wil ik eigenlijk weg hebben. Welke dat is? ls oefenen. Want die was mij een beetje, die zat mij een beetje in de weg. En dat is eigenlijk ook degene die ik gekopieerd heb. Dus eigenlijk wil ik die weg hebben, want die had ik dus dubbel. Wat ik dan doe is RM oefenen. Maar als ik dat doe, krijg ik een foutmelding. Kan oefenen niet verwijderen. Is een map. Als ik echter een R van recursive toevoeg, gaat hij dat wel doen. En je ziet dan dat de directory weg is. Je hebt dan oefening 2. Oefening en oefening 2. Die twee mappen hebben we nog over. Dus dat is kort gezegd wat je doet om een map te verwijderen. Maar wil je nou een map binnen een map maken? En die map moet dan ook nog een grotere structuur hebben. Dus bijvoorbeeld binnen de map oefening moet je eigenlijk nog een map maken met iets van tekstbestanden slash even kijken, tekstbestanden slash Linux, weet ik veel. Kijk, dat kan je als je bijvoorbeeld mkdir doet. Want volgens mij als je dit zo doet, ik ga het laten zien, dan mkdir oefenen. Oefening inderdaad. Slash. En dan vervolgens wil ik daar een directory in maken. Die heet dan Linux. Of tekstbestanden. Sorry. Tekst.
Linux, dan krijg ik volgens mij een foutmelding. Als ik het goed heb. Hij zegt dan, mkdir kan de map oefening tekstbestanden Linux niet aanmaken. Map bestaat niet. Wat je wel kan doen, is dezezelfde opdracht meegeven, maar dan met een P. Want eigenlijk heb ik dus de eerste directory die bestond, dat is de oefening, die tekstbestanden, die bestaan niet en Linux bestaat ook niet. Maar die wil ik wel aanmaken. Dus wat ik doe is, ik voeg er een P aan toe, van path, en dan bestaat die wel. Of als die niet bestaat, wordt die aangemaakt. En dat kan ik ook weer laten zien door ls oefening. Want dan zie je hier een directory met tekstbestanden. En die tekstbestanden, die zijn, daar kan je dan nog verder kijken. ls oefening / tekstbestanden / Linux. Maar daar heb ik nog helemaal geen tekst in staan, maar dat zie je dan ook. Daar heb je, als je dan een ls geeft, dan laat hij eigenlijk zien. Dan krijg je geen antwoord terug, want er staat niks in. Dus dat zo maak je met een / p, of met een streepje p, met makedir maak je eigenlijk een grote pad aan van directories. Dat hebben we nou gedaan. Dan vervolgens, als je een, stel je maakt even een nieuwe mkdir oefening 3. Ja, maar vervolgens wil je in oefening 3 eigenlijk nog wat andere mappen hebben. En die zou je eventueel ook nog met een P aan kunnen maken, maar ik denk niet dat het per se nodig is. Want je kan, als je dit doet, oefening 3, kun je ook met een accolade mkdir oefening 3 / en dan, oh wacht, oh chips, ik doe nou per ongeluk op het pijltje toetsen, mkdir oefening 3 en dan een / en dan als het niet werkt moet er een p bij, maar dat weet ik dan ook weer. Oefening 3, dat zijn dan die tekstbestanden, maar je kan ook tekst, comma, Excel bijvoorbeeld, ja dat heet eigenlijk anders in Spreadsheet, dat heet in LibreOffice heet het geen Excel namelijk. Presentatie. Ja, dat. Dan, kijk, dat gaat hij allemaal niet aanmaken, want dan moet inderdaad die P bij. En dan krijg je, volgens mij, deze, namelijk ls oefening 3 presentatie, spreadsheet, tekst.
Dat klopt. Zo kan je dus hele directory structuren aanmaken in Linux. En dat is met name handig als je behalve in je home directory ook nog gaat werken met bijvoorbeeld als je veel verder bent in Linux, handmatige installaties van Arch Linux of NixOS of iets dergelijks. Want daarbij moet je dus in je root directory ook mappen aanmaken. En dat wordt dan meestal zo gedaan. Eigenlijk zijn het vooral snelle trucjes die je hebt. En als je die weet, dan kan je jezelf heel goed binnen zo'n Linux verplaatsen of iets. He, dan kan je daar wat mee. En wat je nou bijvoorbeeld ook moet weten is, als je zeg maar in een root directory of in de hoofddirectory eigenlijk een bestand wil aanmaken, dan moet je dat met beheerdersrechten doen. En als je een configuratiebestand wil bewerken in de etc-directory, waar ik het ook in de vorige video over heb gehad, ik kan wel een belangrijk file even ketten, wat die vaak voorkomt in etc. Die gaat over welke schijven moeten worden aangekoppeld bij het opstarten. /fstab. Dan maken we even een uitstapje buiten de home omgeving. En wat je dan ziet is dat je wel dat bestand kunt printen op het scherm. Maar als je die zou willen bewerken, bijvoorbeeld je doet nano, dat is die tekst editor waar ik het over had, en dan kan je ook vanuit dit pad hetzelfde als wat ik net heb laten zien, dat je dat met ls werkt ook met het werkt ook met die andere commando's, dus etc en dan fstab, dan zie je dat hij hem weliswaar opent. Maar hij is niet beschrijfbaar. Hij is beveiligd. Waarom is hij beveiligd? Omdat jij geen beheerdersrechten hebt. En dat is maar goed ook, want soms doen mensen domme dingen. En dan is het handig als je daar sudo voor zet. Ga ik nu niet doen, want we gaan geen fstab bewerken. Lijkt me niet de meest handige optie om mee te beginnen. Wat ik nog wel wil laten zien, even snel, is een manier om systemen, om de packages, de programma's in Linux, om die via de command line te installeren of te verwijderen of op te zoeken. In Linux Mint is de package manager die heet apt. En dat is niet helemaal waar dat Linux Mint alleen met apt werkt. Linux Mint kent ook flatpacks. Maar voor nu beperken wij ons tot de belangrijkste package manager in Linux Mint. En dat is apt. En dat is trouwens ook de package manager die in heel veel andere distributies van Linux zit, die gebaseerd zijn op Ubuntu dan wel op Debian. Debian is eigenlijk de grootvader van de distributies die met de package manager apt werken. Daar gezegd hebbende, toevallig kan ik nou niet een, ik kan wel NeoFetch laten zien. Maar die is al geïnstalleerd. Dat wilde ik eigenlijk doen vanuit de package manager. Maar die is dus al geïnstalleerd.
nieuwe fetch is een leuk ding om te laten zien welke, welke versie van Linux je draait. En ja, een beetje systeeminformatie. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk grafisch gepresenteerd. Maar apt-get is, of apt is een package manager waarmee je dus meer pakketten kunt installeren dan via de grafische interface zoals ik heb laten zien in het eerste deel van de cursus. En als je nou wil weten of het programma erop staat, dan kan je dat zoeken bijvoorbeeld met apt search. En als je tab hebt, als je met alt of met tab kan je het afmaken, die search opdracht, en dan kan je bijvoorbeeld naar htop. Dat is een programma om systeem, om wat uitgebreidere systeeminformatie te laten zien binnen binnen Linux of binnen de terminal, hè. Het is, ik heb eventjes iets laten zien van systeeminformatie. En dat kan dus ook in tekst. En als je, dan zie je dat die, hij is in het rood. Dus hij is nog niet geïnstalleerd. En je ziet erachter wat het is. Nou, wil je dat ding nou installeren, zeg je, als je zegt apt, htop, dan zul je zien dat dat niet meteen lukt. Of apt, wacht even hoor, install. Ik wil even de parameter meegeven. Trouwens, als je dat niet doet, krijg je hier een hele lijst wat er wel kan. Install. Nou, heb je kans dat hij automatisch die sudo al meepakt? Ja, hij zegt hier dat hij een wachtwoord nodig heeft. Maar dat kan je dus ook met sudo doen. Maar omdat het Linux Mint is, zit daar een paar handigheidjes in. Ik geef mijn paswoord op. En wat je dan ziet is dat htop wordt geïnstalleerd. En dan hoop ik dat het goed gaat en niet dat hij dan gisteren vastliep. Want dat deed hij gisteren. Ik weet niet waarom. En nou weer met F10 ga ik eruit. Ik zei F10. Ja, dat bedoel ik dus. Soms dan loopt die terminal vast. Maar dat heeft te maken met dat het een virtuele machine is. Maakt niet uit. We gaan weer gewoon weer verder. Dan doe je vervolgens, kun je je systeem ook updaten. En dat is altijd slim om te weten hoe dat moet. Dat gaat in twee. Dat gaat in tweeën. Ik zal het weer even vergroten. Met apt update. Wat hij dan doet is dat hij de package repositories eerst gaat lezen. En gaat kijken. Ook weer met een paswoord. En ga kijken of het een update kan worden. Nee, alle pakketten zijn up-to-date. Dus ik kan eigenlijk niet echt laten zien hoe dat werkt met die upgrade. Maar ik kan wel eventjes apt upgrade. Overigens, een sudo wachtwoord onthoudt die 15 minuten. Als je binnen 15 minuten een commando opgeeft, dan wordt die geaccepteerd. Nou, dat, op dit moment is er dus niks op te waarderen. Beetje jammer, want ik vind hem niet helemaal stabiel. Maar het zal misschien liggen aan de virtuele machine. En als ik nou die htop, die htop, die ik wil, als ik die wil verwijderen, dan doe ik apt remove. En je hebt ook nog purge, maar dat zou ik niet doen, want dan verwijder je misschien wat afhankelijkheden van andere programma's ook nog. Dus dat is een beetje link.
Ja. En dan wordt die verwijderd. Want als ik hem dan nu op intik, dan vindt hij hem niet. Nou, ik denk dat we voor nu in deze les wel even voldoende informatie hebben over de belangrijkste dingen van de terminal. Als je daaruit wil, dat kan op twee manieren. Je kan het terminalvenster sluiten, maar je kan ook exit intoetsen. En dan kom je weer in jouw eigen omgeving. Wat je nog zou, wat we de volgende keer nog zouden kunnen doen, is wat dieper ingaan op sommige pakketten die we kunnen installeren. En ook wat dieper ingaan op het sudo commando en waarvoor je dat zou kunnen gebruiken. Nou, ik denk eigenlijk dat we voor een heel deel al klaar zijn wat betreft de basis. Over die kernel of over die terminal, daar ben ik trouwens nog één commando vergeten. En dat moeten we eigenlijk nog wel even laten zien. Ga ik nu even laten zien. Dat is het man commando. Dat wil eigenlijk zeggen manual. Man. Ja, je kan ook bijvoorbeeld man ls doen. En dan als je dit vergroot, je krijgt hier zeg maar alles wat te maken heeft met het commando ls. En alles wat hier tussen de options, die staan tussen die, ze staan niet letterlijk tussen, ze staan alleen tussen die haakjes omdat ze worden gezien als optie. En dat is in dit programma om een onderscheid te maken tussen een parameter en een, tussen een bestandsnaam en een parameter. En wat je hier ziet, zijn alle mogelijkheden die je erachter kan zetten. Je ziet dat wij de basis hebben gecoverd, maar die is in principe genoeg voor dagelijks gebruik, voor nu. Dat is dus als je hulp wil hebben, dan moet je wel met het man-commando aan de gang kunnen. En sommige kunnen ook, sommige programma's hebben ook een vraagtekenoptie of zo. Of gewoon, die geven net als die package manager, als je daar geen parameter aan meegeeft of geen opdracht aan meegeeft, dan laat die gewoon een lijstje zien van wat er kan. Dus dat. En voor het overige zou ik je willen verwijzen voor een uitgebreide cursus over de terminal, zou je die willen. Dan kun je eigenlijk beter de cursus volgen van Danielle. Want Danielle, ene Danielle, ik ken haar niet persoonlijk, maar die heeft een Nederlandstalige cursus gemaakt over de terminal in Linux. En ik vind dat die voor beginners wat veel informatie bevat, dus vandaar dat ik dit even zelf heb gedaan. Ik denk dat als je er wat dieper op in wil gaan, dat je haar cursus kan gaan volgen. Omdat, ja, ik zelf gebruik de terminal eigenlijk ook vrij basic, maar dat is basic genoeg om toch heel goed vooruit te kunnen met Linux distributies. Het is eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld. Wat je moet weten in Linux is gewoon dat er meerdere manieren zijn om dingen te bereiken. Dat er meerdere distributies zijn. Als je eventueel verder wil gaan in Linux, hè, dan kun je ook andere distributies kiezen. Maar vooralsnog hou ik het bij deze cursus bij Linux Mint, omdat dat een vrij makkelijke distributie is voor beginners. Ik ga nog een derde deel maken. Ik ga daar nog even over nadenken wat ik daar precies Wacht even. Ik ga een
Dit is mijn derde deel en ik ga misschien nog een vierde deel maken, bedoel ik. En dan ga ik nog even nadenken over wat ik daar ga doen. Waarschijnlijk ga ik daar nog in op de verschillende programma's die je hebt in Linux. En wat de alternatieven voor Windows-programma's zijn als je Linux gaat gebruiken. Want ook in Linux Mint zit er heel veel software bijgeleverd. En zodat je hem kunt gebruiken voor dagelijks gebruik op je, om zeg maar je werk op te doen en zelfs een beetje om te gamen. Nou moet ik wel zeggen dat ik voor de game, voor het gamen ga ik eventueel niet een virtuele machine gebruiken, maar gewoon mijn eigen Linux machine om het op te nemen, omdat anders de film te traag wordt eigenlijk, omdat een virtuele machine niet echt geschikt is om te gamen. Maar dat gezegd hebbende, dat is wat ik eigenlijk in de toekomst nog wil gaan doen. In deze cursus wil ik nog wat aandacht besteden aan eventuele alternatieven voor Windows programma's. Ik denk dat je met deze drie delen al een heel eind op weg bent, in de zin dat je daar kunt zoeken, dat je dan kunt gaan experimenteren in een virtuele machine. En trouwens, de vierde wil ik dus gaan besteden aan die alternatieven. En dan komt er nog eigenlijk een deel 5, waarbij ik niet een virtuele machine ga gebruiken om Linux te installeren, maar ik ga jullie daar leren hoe je op een externe harde schijf ook Linux kunt installeren. Want als je Linux installeert op een externe harde schijf en je start daarvan op, dan heb je best wel een snelle verbinding en best wel een snelle Linux distributie. En zeker wanneer je dat op een SSD doet, dan draait die eigenlijk net zo snel als een native installatie op een interne harde schijf. Behalve als je natuurlijk een hele snelle interne harde schijf hebt, zoals een MVI-disk of zo. Maar goed, hij is dan snel genoeg om te gebruiken en om hem eventueel mee te nemen. Want het voordeel van een Linux-distributie op een schijf, op een externe harde schijf geïnstalleerd, is dat je hem mee kunt nemen en bijvoorbeeld overal kunt gebruiken waar je hem wil gebruiken. Dus zolang een computer maar vanaf een SSD kan opstarten. Maar goed, daar gezegd hebbende, is dit wel het einde van de derde les. Ik zou zeggen, tot de volgende keer weer. Ik ga hem nou even afsluiten, de virtuele machine, en dan stop ik mijn video ook, want het is wel weer veel informatie anders. En ik zal nou even mijn video stoppen en dan zou ik zeggen, houdoe en tot de volgende video.